UZSC is een plek waar topsport en breedtesporten samenkomen. Iedereen komt hier voor zijn plezier natuurlijk, maar er zijn ook een aantal, zoals dames 1, heren 1 en dames 1, die spelen op hoog niveau en die komen echt om hard te trainen en om prijzen te winnen. Dus de beste zijn. En dat ook vieren, dat is leuk. UZSC is een plek waar topsport en breedtesporten samen. Dat is de reden dat je veel traint. Komt hier zoveel plezier met die jongens. Maar het zijn ook je best doet al. Dames 1, heren 1. Beter dan je tegenstander zijn in het doepen maken. En dus ben je op hoog niveau dan best hard die komen en dan hard trainen. Ja, en de prijs vind ik wel leuk. De beste zijn. Ja. En dat ook vieren, dat is leuk. Met dit team, met deze ploeg, wil ik dit jaar het landskampioen. We hebben een goede ploeg, we hebben een talentvolle ploeg. En dat wordt zeker te genomen. UZSC is een plek waar topsport en breedtesporten samen. Dat is de reden dat je veel traint. Komt hier zoveel plezier met die jongens. Maar zijn ook je best al. Ik ben UZSC. Beter dan je tegenstander zijn. Wij zijn dus UZSC. We zijn wel best hard gekomen. Wij zijn en ook hard trainen. Wij zijn genomineerd voor het beste zijn. Ja. Vind je ook dat wij en dat ook vieren? Dan, nee, dat is het. Met dit team, met deze ploeg, wil ik een stem op jou landskampioen. UZSC, we hebben een goede ploeg, we hebben een talentvolle ploeg. En dat wordt zeker te genomen. UZSC is een plek waar topsport en breedtesporten samen. Dat is de reden dat je veel traint. Komt hier zoveel plezier met die jongens. Maar zijn ook je best al. Ik ben UZSC. Ik ben Willem-Wout Gerritsen en ik ben de coach van UZSC. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere week live Eredivisie Waterpolo uit. Als je deze video nou leuk vond, vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En wil je echt nooit meer een livestream event missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription box. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere week live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt nooit meer live zien missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit nooit ergens publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt nooit meer live zien dan missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit nooit ergens publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt nooit meer live zien dan missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit nooit ergens publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt nooit meer live zien dan missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit nooit ergens publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt nooit meer live zien dan missen? Zet dan de e-mail notification aan op onze subscription. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit nooit ergens publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem-Wout Gerritsen. Ja, dat is een coach. UZSC zet als enige in Nederland bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Wil je echt
nooit meer een livestream bent missen, zet dan de e-mail notification aan op onze subscribe. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit voor het eerst publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi. Ik ben Willem van Gerzen. Ja, dat ken ik. Uzo is safe, zet als één keer in Gerzen. Bijna iedere coach live. Als je deze video nou leuk vond, hoor je dan niet te abonneren. Ik doe het ook. Nooit meer een livestream bent missen, zet dan de e-mail notification aan op onze subscribe. Als je deze video leuk vond, vergeet je de... Als je dit voor het eerst publiceert. Maar deze was goed, hè? Hoi! Ik ben Willem van Gerzen. Ja, dat ken ik. Nu zal je... Both teams prepare for a lineup presentation. Good evening, ladies and gentlemen, Bill Boyce. On behalf of the organization, owned by the Royal Dutch Swimming Federation, Club UZSC, Sports Utrecht, and the City of Utrecht, I bid you welcome. In pool prepare for a lineup presentation competition in the European qualifier of our Dutch team against good evening, ladies and gentlemen, special welcome to the players on behalf of the organization of Latvia by the Netherlands, Swimming Greece and Federations, and the land delegate is Praga, Rajovic from Utrecht and the city of Utrecht, the management of the in the presentation of sports, in the quiet way of our health and fitness.
Thank you.
Dames en heren, hartelijk welkom op de livestream van UZTC TV. Vanuit Zwembad de Kromme Rijn zullen wij vanavond live commentaar geven bij de wedstrijd Nederland tegen Letland in de wedstrijd voor het EKT Europese kwalificatietoernooi. We hebben zojuist gekeken naar de line-up van beide ploegen en zojuist gaat het Nederlands team het water in. En die bereidt zich voor op de start van de wedstrijd die over enkele minuten kan gaan beginnen. Mijn naam is Bart Pol, naast me zit Willem Wouters. Dames en heren, hartelijk welkom. Wij zijn live van UZTC van commentaar voorzien. Vanuit Zwembad de Kromme Rijn zullen wij vragen die jullie hebben over de wedstrijd kunnen jullie via Twitter stellen. Nederland via het tegen Letland in de wedstrijd voor het EKT Europese kwalificatietoernooi. We hebben zojuist gekeken naar de line-up van beide ploegen. En zojuist gaat het Nederlands team het water in. En die bereidt zich voor op de start van de wedstrijd die over enkele minuten kan gaan beginnen. Nogmaals, mijn naam is Bart Pol, naast me zit Willem Wouters. Hartelijk welkom. Wij zullen van UZTC van commentaar voorzien. Vanuit Zwembad de Kromme Rijn zullen wij vragen die jullie hebben over de wedstrijd kunnen jullie via Twitter stellen. Nederland via het tegen Letland in de wedstrijd voor het EKT Europese kwalificatietoernooi. We hebben zojuist gekeken naar de line-up van beide ploegen. En zojuist gaat het Nederlands team het water in. En die bereidt zich voor op de start van de wedstrijd die over enkele minuten kan gaan beginnen. Nogmaals, naam. Zojuist hebben jullie kunnen zien dat het Nederlands team hun yell heeft gedaan. De mannen zijn er klaar voor. Willem, als ik jou vraag wat je van deze wedstrijd verwacht, wat is dan jouw antwoord daarop? Allereerst goedenavond. Ik denk dat het voor de Nederlandse ploeg een lekkere opwarmer is richting de volgende twee wedstrijden. Reëel gezien mogen we verwachten dat Nederland hier de bovenliggende partij zal zijn. Dus lekker ritme opdoen, systeempjes er nog eventjes in krijgen, persoonlijk lekker in het ritme komen en dan als team doorgaan naar de volgende wedstrijden. Ja, je hebt zelf jarenlang in het buitenland gespeeld. Heb je ooit tegen een Letse ploeg moeten spelen? Nee, dit is voor het eerst dat ik een ploeg uit Letland zie. Ik geloof dat het sowieso een land is wat net pas echt serieus over waterpolo aan het nadenken is. Maar als ik zie kleine dingetjes, hoe ze hier als team binnenkomen, hoe ze hier hun warming-up liggen te doen, dan nemen ze dat wel serieus. En ik denk dat uiteindelijk voor het waterpolo wel goed is dat er meer en meer landen een poging gaan wagen om aansluiting te vinden. Het is zo dadelijk de nummer 7 van de Letten, Mihajs Sudakov, die het gaat opnemen tegen Joran Vrouwenvelder bij het opzwemmen van de bal. En het is Vrouwenvelder die dat duel wint. Dus Nederland kan beginnen aan de eerste aanval van deze wedstrijd. Ja, het is gelijk raak. Joran Winkhorst vanaf de mid voor. Goeie actie, snelle goal. Ja, keeper zag de bal veel te laat aankomen. En Joran Winkhorst kan inderdaad vanaf de mid voor de eerste doelpunt binnenschieten. Zoals het nu lijkt, moet het Nederlands team deze wedstrijd toch wel makkelijk gaan winnen. Robin van Gaal zei voor de wedstrijd, de bondscoach van Oranje, dat ze niks wisten over deze ploeg. En dat ze eigenlijk geen problemen mochten verwachten. En als we zo de start van de wedstrijd zien, dan kunnen we dat eigenlijk alleen maar bevestigen. Het is ondertussen Vrouwenvelder die de bal verovert en Nederland gaat weer in de contra. Ja, het staat alweer 2-0. Robin Lindhout maakt zijn contra goed af. Maken gewoon slim gebruik van de hoeveelheid snelheid die er in de ploeg zit. Ja, de kleine 300 aanwezigen hier in Zwembad de Kromme Rijn ziet dat Nederland heel makkelijk op een 2-0 voorsprong komt.
nauwelijks een minuut gespeeld. En Nederland gaat al makkelijk aan de leiding. Als dit het voorbode is voor de rest van de wedstrijd, belooft dat veel goeds voor Oranje. Nederland ondertussen weer in de contra-aanval via Roeland Spijker. Komt 1-0 af op de keeper. En ook hij zal zijn bal toch wel af moeten gaan maken. Ja hoor, ook die is raak. Nederland koppelt op een 3-0 voorsprong. Een ruime minuut gespeeld. En dit zou vanavond toch absoluut geen probleem moeten zijn voor Oranje. Nee, het is precies wat je zegt. Ik denk dat dit geen problemen gaat opleveren. Dat mogen duidelijk zijn. Dit is puur een wedstrijd waar je ziet dat iedereen zijn ritme gaat pakken. Iedereen zijn momentje gaat pakken om even een lekker gevoel te creëren voor de komende wedstrijden. Waar het ongetwijfeld spannender gaat worden. Daar zijn dit lekkere manieren om een toernooi te starten. Ja, want Willem, kan jij vertellen hoe het toernooi er verder uitziet en de weg sowieso naar het EK in Belgrado? Nou, ik denk dat we ons een beetje moeten aansluiten bij de ideeën van de nationale ploeg zelf. De weg naar de EK die duurt nog wel even. Laten we ons focussen op dit toernooi. Wat we straks nog hebben, morgen is een pot tegen Malta. Op papier zeker een zwaardere tegenstander. Ondertussen weer een goal van Joram Winkhorst. Mooi samenspel uit de contra samen met Robin Lindhout. Morgen een wedstrijd tegen Malta. Dat is, daar zal wat meer weerstand te verwachten zijn. En dan zondagmiddag een lekkere afsluiter tegen de Franse ploeg. Waarin naar mijn vermoeden beslist gaat worden wie deze groep als eerste doorgaat naar de tweede kwalificatieronde. Wat je ondertussen zei, het is 4-0. Nederland op voorsprong. Nederland weer in de tegenaanval via Roeland Spijker. Uitbraak alweer aan de andere kant. Robin Lindhout komt volledig vrij door samen met Joren Winkhorst. Paas niet helemaal op maat. Maar Lars Schottenmaker kan door het midden aansluiten. Zal de bal waarschijnlijk ontvangen? Nee, hij gaat via Joren Winkhorst en die bal die gaat over. En Letland kan in de tegenaanval. Ja, het staat inmiddels 5-0. Derde doelpunt van Joren Winkhorst. Wat je ziet, Robin Vergalen wisselt hier zijn hele ploeg. Ik denk heel verstandig. Het is een wedstrijd waar iedereen zijn dingetje moet gaan doen. Iedereen in ritme moet komen. En door steeds met andere jongens in het water te liggen, zorg je dat die concentratie blijft. Zorg je dat je ook iedereen de gelegenheid geeft om straks met een lekker gevoel de volgende wedstrijd in te gaan. Ondertussen neemt Letland de eerste time-out. En die gaan even de koppen bij elkaar steken, want die zien op deze manier de bui al hangen, denk ik. Nederland ligt alweer klaar op de middenlijn. De gezichten die stralen al een hoop scherpte uit. Ze weten dat ze vanavond eenvoudig zullen gaan winnen. Het gevaar is natuurlijk dat ze helemaal niks meer gaan doen. Ze moeten zichzelf scherp houden om de volgende wedstrijd ook weer te gaan knallen. Net wat Willem al zei, morgen wacht Malta.
En zondag zal Frankrijk op hun liggen te wachten. In principe moeten dat ploegen zijn van een ander kaliber. Ondertussen is Letland weer begonnen middenuit. En die gaan op zoek naar hun eerste doelpunt. Het is Nederland die weer in de tegenaanval gaat via Ruud van der Horst en Luc Gielen. De hele ploeg ligt alweer aan de kant van Letland. En de bal gaat alweer naar de mid voor. Thomas Lucas scoort hem heel erg makkelijk. Het is draaien, schieten. Ondertussen is het dus 6-0 geworden. En gaat Nederland weer terug naar de middenlijn. Thomas Lucas, speler jarenlang van AZ TBC. Speelt, daarna is hij naar Borculo gegaan en speelt tegenwoordig in Hongarije, Szentes. Naast mij zit dus Willem Wouter Gerrits, ook jaren in Hongarije gespeeld. Kan je wat vertellen over de ploeg Szentes, Willem? Szentes is een ploeg die graag weer aansluiting wil vinden bij de top in Hongarije. We hebben een fantastisch mooi zwembad neergezet. Zijn zowel met de dames als de heren bezig om de top te gaan bereiken. Ondertussen een mooie goal van Lars Reuter, als ik het goed zie. Uit de paas van Thomas Lucas weer een mooie contra afgemaakt. Dus echt een ploeg die zijn zinnen naar boven heeft gezet. En een ploeg waar in een klein stadje, waar een hoop mensen supporter zijn. En waar de Hongaarse waterpolocultuur behoorlijk leeft. Ja, bondscoach Robin van Galen wil graag dat zijn spelers in buitenlandse competitie spelen. Nou, de Hongaarse competitie is natuurlijk een mooi voorbeeld daarvan. Szentes is een van de ploegen die dus een Nederlander heeft. Zo zijn er meer ploegen, maar daar komen we later vanavond op terug. Thomas Lucas gaat ondertussen weer naar de midvoor toe, want zijn ploeg is weer in de aanval via Ruud van der Horst op de middenlijn. Zwemt richting het goal. Alle ruimte wordt er gegeven aan alle kanten. Naast ligt hem Luc Gielen, die ontvangt nu de bal en hij zal die bal binnen moeten gaan schieten. Nee, paast hem nog netjes af. Via de paal en opnieuw Thomas Lucas. En we staan op 8-0 met nog 3 minuten en 54 seconden te spelen in de eerste periode. Ja, wat denk ik leuk is te zien bij de ploeg is dat ze, zelfs als ze dicht bij het doel zijn, dat ze elkaar opzoeken. En dat ze niet alleen maar voor eigen succes gaan, dat ze als ploeg echt op zoek zijn naar dit ritme. En ik denk dat zeker na de komende wedstrijd een hele belangrijke factor kan zijn dat ze daarin groeien met z'n allen. Is doelsaldo nog belangrijk voor kwalificatie EK? De punten gaan wel mee. Ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet hoe het zit met het doelsaldo. Maar als ik heel eerlijk ben en deze letse ploeg zie, dan denk ik niet dat Nederland in dit soort wedstrijden over zijn doelsaldo moet gaan denken. Hier moeten ze gewoon ritme op doen. En dan de belangrijke wedstrijden winnen, dan heb je helemaal niks met doelsaldo te maken. Ondertussen ligt ook de negende er alweer in. Joep van der Besselaar, speler van Aretuza Ols, ondertussen UZTC uit Utrecht. Hij maakt zijn doelpuntje ook alweer. 9-0 voor Nederland. Gekscherend werd er voor de wedstrijd al een keer gezegd dat het zomaar eens 30-0 zou kunnen gaan worden vanavond. Nou, als ik dit zo zie, dan gaan we daar dik overheen. En dan kan het zomaar nog een hele lange avond gaan worden hier in zwembad de Kromme Rijn in Utrecht. Ja, Lars Reuter gaat alleen op de keeper af. Maakt die bal ook cool af. Weer een vrij gemakkelijke contra. En wat ik net ook al aangaf, de hele ploeg gaat er weer uit. Zodat de jongens lekker scherp blijven. Het ritme hoog blijft in deze wedstrijd. Dus wat jij net zei, die 30-0, daar gaan we zeker overheen. Als het op deze manier doorgaat, dan gaan we nog een hele hoop doelpunten zien. Ja, ondertussen gaat aan onze kant speler Joep van der Besselaar eruit. Hij maakte zojuist het doelpuntje. De lach staat op zijn gezicht. Hij weet dat het vanavond wel goed gaat komen.
10-0. Nog ineens de eerste periode afgelopen. Dit gaat een makkelijke wedstrijd worden op deze manier. Nummertje 11 staat inmiddels ook op het scorebord. De wisselspelers zitten nog niet op de bank of nummertje 11 ligt er alweer in. Ritme houden ze tot nu toe mooi vast. Het is contra op contra. Arme Letse ploeg, die hebben het wel zwaar. Ja, ondertussen zit ook de staf van het Nederlands team al rustig op de stoelen te kijken naar deze wedstrijd. Zij weten dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Dat de ontspanning vanavond hier wel aanwezig zal zijn. Joran Winkelhorst probeert ondertussen de Letse speler moeilijk te maken. Lukt hem aardig. Probeert geen overtreding te maken. Want ook de scheidsrechters zullen zo meteen weinig mee gaan geven aan Nederland. Want anders wordt het wel een hele lange wedstrijd. Ondertussen is het wel Nederland die de bal afpakt. Ruud van der Horst. Heeft de bal. En Nederland kan op zoek gaan naar het 12e doelpunt van vanavond. Ja, en ook die zit erin. Schotje van afstand. Robin Lindhout, ja, dat zullen die arme Letse jongens niet weten. Die moet je niet te veel vrij laten liggen op afstand. Want daar is hij vrij goed in en dat bewijst hij ook nu. Gewoon een goede geplaatste bal in de hoek en dat is nummertje 12. Robin Lindhout, een van de andere spelers die ook in een buitenlandse competitie speelt. Hij speelt in Frankrijk bij de club Lille. Ook Willem, ook jij bent gespeeld in Frankrijk. Wat kan je vertellen over de club daar in Lille? Toen ik in Frankrijk zat Lille niet, speelde niet op het hoogste niveau. Misschien in het begin zal dat een hoop mensen Lille een gekke keuze vinden. Robin heeft ervoor gekozen om in ieder geval naar het buitenland te gaan. Lille is goed te combineren met zijn studie. Dat gaat goed. Dat is een goede combinatie voor hem. En als je ziet hoe hij in de competitie presteert, dan zie je dat hij verschrikkelijk beslissend is voor zijn ploeg. En ook in de belangrijke wedstrijden echt zijn stempel drukt. En ik denk dat zeker een toegevoegde waarde is voor de Franse competitie. En dat het Nederlands team daar de vruchten van gaat plukken. Ja, Lindhout de afgelopen periode in de oefenserie tegen Turkije en Duitsland de topscorer geworden van het Nederlandse ploeg. Hij zal zo meteen ook bij de belangrijke wedstrijden een rol op zich gaan krijgen om veel doelpunten te gaan maken. Een absolute topschutter. Terwijl wij praten ligt de 14e er alweer in. Een hele makkelijke tegenaanval. Volgens mij was het opnieuw Robin Lindhout. En we gaan rustig verder. Zoals ik aan het begin van de wedstrijd al heb gezegd, alle vragen die jullie hebben rondom het Nederlands team en dit EKT kunnen jullie via Twitter stellen. Via hashtag UZSCTV gaan wij de vragen voor jullie beantwoorden. Ja, en dat is misschien wel even lekker om te vermelden. De keeper van Letland, die er inmiddels 14 achter zich heeft gevonden, die houdt hier een mooie midvooractie van Joran Winkelhorst tegen. Laten we hopen dat er nog wat meer dit soort ballen tussen zitten voor hem. En voor het Nederlands team natuurlijk te hopen dat dit zijn eerste en zijn laatste was. Nou, leuk dat je het zegt. Ondertussen ligt hij alweer vrij voor het goal. Is het Joran Winkelhorst die de Letse keeper nu wel passeert. En de 15e voor Nederland erin legt. Nog 28 seconden op de klok in de eerste periode. En als we op deze manier doorgaan, kunnen we de 50 wel gaan aantikken vanavond. Of dit reclame is voor het Nederlandse, voor het Europese waterpolo is natuurlijk maar een vraag dat een ploeg als Letland op dit soort toernooien aanwezig mag zijn.
Ja, ik denk dat, dat dit inderdaad niet de promotie is die, die de Europese Waterpolobond zoekt. Dit is een van de zaken voor het kwalificatietoernooi waar zeker wel eens een keer naar gekeken mag worden. Want zoals Nederland dit doet, zal ook Frankrijk dit soort uitslagen gaan neerzetten. En ik gok dat ook Malta met hele grote cijfers tegen dit soort ploegen gaat winnen. Maar daar zullen de wijze mensen van de LEN vast een keertje over na gaan denken. Einde van de eerste periode van deze wedstrijd. Scoren is geëindigd op 15-0. De Nederlandse ploeg steekt de koppen bij elkaar, net als de Letse ploeg. Maar er kan toch geen... Ja, wat kan je nou gaan bespreken als coach? Dat wordt natuurlijk... Ga zo door en pak je ritme en schiet er nog een paar ballen in. Want meer is er eigenlijk niet te vermelden. Ja, we gaan weer beginnen met de tweede periode. Ondertussen misschien wel leuk te vermelden dat deze livestream internationaal bekeken wordt. We hebben zelfs een goedenavond wens gekregen van Joe Maley. Joe Maley, good evening to Malta from you, for you. If you have any questions, please let us know. We'll try to answer them for you. Ja, we zijn begonnen aan de tweede periode in deze wedstrijd. Nederland leidt dus met een stand van 15-0. Heeft het duel om de bal gewonnen en is dus in de aanval via Ruud van der Horst op positie 3. De middenpositie en uiteindelijk met achter spaat hij de bal op Robin Lindhout. Die wint zijn duelletje en die legt de 16e van vanavond er alweer in. Scoren 16-0, doelpuntenmaker Robin Lindhout. 16e treffer van Ons Oranje komt op naam van de nummer 6, Robin Lindhout. De keeper van het Nederlands team, Ilko Wagenaar, onder andere keeper van Polarbeers, heeft nog weinig te doen gehad. Volgens mij één schot op doel die hij makkelijk kon pakken. En voor de rest ligt hij rustig te kijken hoe zijn team uitloopt naar een monsterscore vanavond. Het is Robin Lindhout die de bal opnieuw onderschept en Nederland weer in de tegenaanval brengt. Bart, jij als keeper weet natuurlijk als geen andere hoe het is als je veel schoten op je afkrijgt, als je lekker in een wedstrijd kan komen. Voor een keeper, wat doet zo'n wedstrijd met je als je de hele wedstrijd niks te doen hebt? Nou ja, kijk, het gevaar is dat je concentratie verliest.
Hij heeft werkelijk waar in één periode één redding moeten doen. Die had hij prima. Je weet niet of je in een wedstrijd zit. Je hebt niks te doen. Dus het is voor jezelf proberen de focus te houden. En elk moment dat je kan ingrijpen, ga je iets doen. Een goede pase gaan afleveren. Maar het is heel moeilijk om zo'n wedstrijd goed gefocust te blijven. Ja, ondertussen is het publiek in de Kromme Rijn ook alweer wat rustiger geworden. Want ook zij zien dat dit geen spectaculaire wedstrijd zal gaan worden. Ik heb het al eerder gezegd. Een krappe 300 man aanwezig hier in zwembad de Kromme Rijn. Morgen en zondag zal het zeker spannender gaan worden. Kaarten zijn nog steeds beschikbaar. Dus ik zou zeggen, koop vooral kaarten en moedig de ploeg aan. Want morgen en zondag zal het een stuk zwaarder worden voor deze ploeg. Ja, inmiddels heeft Joran Vrouwenveld de nummer 18 erin gegooid. Er is weer een hele ploeg die wisselt, zodat de tempo lekker hoog blijft. En ik denk wat jij zegt, Bart, morgen en overmorgen gaat deze ploeg de support hard nodig hebben. Dus mensen, probeer een gaatje in je agenda te vinden en kom die jongens aanmoedigen. En dan gaan ze met die steun gaan ze jullie vast en zeker hele mooie dingen voorschotelen. En volgende doelpunt is gemaakt door de Nederlandse ploeg. Ik geloof dat het is, als ik het goed zie, Jesse Koopman. Een van de spelers die ook voor een buitenlands avontuur heeft gekozen. Ook zijn naam komt op het wedstrijdformulier terecht. Via Peetjes zullen er niet heel veel mensen geregistreerd gaan worden. Het is tot nu toe een wedstrijd zonder overtredingen, zonder uitsluitingen. Lekker dat de hele Nederlandse ploeg zich langzamerhand met doelpunten kenbaar gaat maken op dat formulier. Het is Dorien Rebergen die ook meekijkt op de livestream van UZTC TV. Zij geeft al aan op Twitter dat ook zij zich verbaast over een score van maar liefst 15-0 na één periode. Maar de kijkers op YouTube houden het nog vol. Ondertussen is het een redding van de Letse keeper, Andreas Broks. Een van zijn eerste ballen die hij vanavond eigenlijk aanraakt. Zijn tweede redding krijg ik hier al meteen door. Hij zal nog genoeg te doen te krijgen vanavond. Nederland weer in de tegenaanval van achteruit opgebouwd. In één keer de paas naar de midvoor. Thomas Lucas. Hij maakt zijn doelpuntje. 20-0 vanaf de midvoor. Thomas Lucas, speler van Szentes, Hongarije. Ja, wat je toch een beetje begint te zien bij de jongens is een stukje gelatenheid. Dit zijn moeilijke wedstrijden om je concentratie vast te gaan houden. Tot nu toe moet ik zeggen, iedereen heeft zijn oogje naar zijn teammaat gedraaid om samen vooruit te gaan. En ook in deze periode heeft de coach van Letland een time-out nodig om zijn ploeg weer op de been te krijgen. Ik vraag me af op 20-0 wat dat voor elkaar gaat boksen. En de tweede wedstrijd van vanavond, dat is een
Ja, Robin van Galen, bondscoach van Oranje, loopt richting de middenlijn. Roept zijn ploeg bij elkaar. Tactisch zal hij niet al te veel hoeven aanwijzen, want iedereen weet wel wat er op hun te wachten staat. Robin van Galen, bondscoach van Oranje, is zijn weg uitgestippeld naar de Olympische Spelen richting Rio. Druk bezig met sponsoren te werven, de ploeg bij elkaar te krijgen, is het op zijn manier aan het doen. En heeft op deze manier een jonge ploeg voor zich liggen waarmee hij al druk aan het werk is. Zoals ik al eerder heb vermeld, kunnen jullie alle vragen die jullie hebben stellen via Twitter. Via hashtag UZTCTV gaan wij alle vragen voor jullie beantwoorden. Ja, inmiddels een vraag binnengekomen van Dick Dongemans over de Letse ploeg, over hun zwemkwaliteiten. Het mogen duidelijk zijn, dit is niet een ploeg waaraan Nederland zich wil gaan meten. Laten we ze met het respect behandelen dat ook dit soort ploegen een hoop tijd, energie en geld steken om op dit podium actief te zijn. En hopen dat Nederland hier de kleine dingetjes mee kan pikken in positieve zin naar de toekomstige wedstrijden. De supporters van Oranje zijn Willem duidelijk nog niet vergeten. Er is een groepje hier aan het zingen die roepen om je naam. Hoe lang heb jij precies in Oranje gespeeld, Willem? Ja, dat zijn behoorlijk wat jaartjes geweest. Ik heb gedebuteerd onder de eerste periode Johan Aantjes. Maar ik geloof niet dat dit nog mijn stukje Nederlands team is waarop zij roepen. Het zijn een hoop mensen uit Utrecht die hier hun jongens komen supporten. En daar heb ik ook nog wat mee te maken. Dus dat zal daar misschien wel wat meer vandaan komen. Ondertussen is de tweede keeper van Oranje zich aan het opwarmen. Ruben Hoepelman is bezig met zijn warming-up. Hij zal dus zometeen in de derde periode de huidige doelpan Ilko Wagenaar gaan vervangen. Maar ik verwacht dat hij het ongeveer net zo druk gaat krijgen als Ilko. Ja, aanvoerder Roland Spijker pikt ook zijn doelpuntje mee. Het is inmiddels 23-0. Het gaat net zo hard als aan het begin van de wedstrijd. Kijkend naar de keepers, Bart, je zei net al, dit is moeilijk als keeper om geconcentreerd te blijven. Is dit een wissel die voor beide keepers lekker is? Is dit een stukje bescherming naar Ilko toe? Hoe zie jij dit als keeper zijnde? Ja, dit is denk ik een goede wissel vanuit Robin van Galen. Het is zowel voor Ilko fijn om zometeen de wedstrijd te verlaten. Hij heeft het badwater hier in de Kromme Rijn aangevoeld. Hij weet hoe het voelt om hier te spelen met wat oranje in het publiek. En Ruben Hoepelman die gaat zo meteen wennen aan zijn momentje. Dit is voor beide keepers het beste om zo meteen even te gaan wisselen. Ondertussen de bal onder de schep door Luc Gielen. Cap nummer 5 vanuit het Nederlands team. Ook hij is een speler die in een buitenlandse competitie speelt.
speler van Partizan Belgrado. Daarvoor komt hij uit de waterpoloschool van UZTC, hier uit Utrecht. Tegenwoordig de speler van Partizan. En een absolute topploeg in Europa. Dat zal Robin van Galen toch mooi moeten vinden dat spelers van hem in zulke soort ploegen spelen. Ja, nou ja, dat is precies wat je zegt. Er zijn jongens op hoog niveau actief. Daarnaast maakt Luc een verschrikkelijk mooie ontwikkeling door. Dus wat je zegt, is een jongen die altijd hier in Utrecht heeft gespeeld. Vervolgens de overstap maakt naar een absolute topploeg met verschrikkelijk veel historie in Europa. Heeft inmiddels een Final Six achter zijn naam staan. Is een van de oudste jongens in Belgrado op dit moment. En traint met misschien wel een van de beste mid-achters die het waterpolo gekend heeft. Dat moet voor een coach van het nationaal team moet dat een heerlijk gevoel zijn. Dat je weet dat je over de ontwikkeling van zo'n jongen dat je daar niet druk over hoeft te maken. Ja, het is diezelfde Luc Gullen die in de zoomer van de 30 seconden scoort. Scoren 26-0 voor Nederland. Met nog 1 minuut 37 te gaan in de tweede periode. En waar we al een beetje bang voor waren, gaat daadwerkelijk werkelijkheid worden. Nederland walst werkelijk waar op alle vlakken over Letland heen. En laat niks over van deze ploeg. En weer een doelpunt, ditmaal Robin Lindhout, als ik het goed heb gezien. Hij zet er weer eentje bij achter zijn naam en het staat 26-0. Ik hoor op de achtergrond de speaker in het zwembad roepen, dit is de vijfde treffer voor Robin Lindhout. En Luc van Gijp met al, treffer 27. Opnieuw, treffer nummer 5, Luc Gullen. Ja, de 27ste, of is het ondertussen alweer de 28ste, valt erin voor het Nederlands team. 1 minuut 7 nog te gaan in de tweede periode. Daarna zit er een pauze in van 5 minuten en kunnen de ploegen zich voorbereiden op het tweede deel van de wedstrijd. Ja hoor, dat is de 28ste van vanavond. Opnieuw Robin Lindhout. Hij is alweer goed op schot vanavond. Ik hoop dat hij dat volhoudt in de volgende wedstrijden. Nogmaals, morgen wacht Malta. En zondag is de Franse ploeg aan de beurt. Dat zullen niet zulke grote uitslagen gaan worden. Nederland heeft er absoluut support voor nodig. Kaarten zijn nog steeds te koop. Dus ik zou zeggen, kom absoluut naar de Kromme Rijn hier in Utrecht. En moedig deze mannen aan op weg naar hun droom. En dat is Rio. En dat is uiteraard het EKT. Om die doorheen te komen en uiteindelijk naar het EK te gaan. Ondertussen is het Jesse Koopman die er weer een doelpunt in. Die er weer een bal in knalt. En de score nog meer vergroot. Jesse Koopman, een van de spelers die in het Barcelona-traject van Robin van Galen actief is. Maar daar gaat Willem wat meer over vertellen. Ja, er is een besluit genomen vanuit Robin van Galen dat hij graag een aantal spelers naar het buitenland wil brengen. Zodat ze daar op hoog niveau op een professionelere manier dan in Nederland mogelijk is met waterpolo bezig kunnen zijn. Op dit moment is Spanje de plek waar hij deze pilot draait. Er zijn vier spelers momenteel actief in Spanje. Waarvan van Jesse er één is. Jesse Koopman, Joram Winkhorst en Ruud van der Horst.
Die spelen allebei bij Barcelona. En Jesse samen met Sebastiaan van Meel, die zijn allebei actief bij Sabadell in Spanje. Gerenommeerde ploegen uit Spanje, waar zij dagelijks alleen maar met hun sport bezig hoeven te zijn.
Ja, ondertussen is het is de 5 minuten voorbij. En gaan de ploegen weer klaar liggen. En bereiden de scheidsrechters zich weer voor op het tweede deel van de wedstrijd. De Nederlandse ploeg ligt al klaar. De Letten zwemmen ondertussen naar de doellijn toe om van daaruit het duel om de bal te gaan zwemmen. Het is opnieuw Joran Vrouwenvelde die bal wil gaan veroveren. Het is Joran Vrouwenvelde die dat duel wint en via de positie 4 Robin Lindhout weer aanval gaat zoeken naar het laatste doel. Bal gaat naar de midvoor. Daar ligt Joran Vrouwenvelde, die schiet onderkant lat eruit en het is de Letten die de bal dus overneemt en in de tegenaanval gaat. Robin Vergalen, bondscoach van Oranje, heeft ervoor gekozen om een hoge press te spelen tegen deze Letten. Om ze direct op eigen helft vast te zetten om op die manier zo snel mogelijk de bal weer over te nemen. En op die manier komen de Letten totaal niet aan spelen toe. Ondertussen is het de verkeerde paas van de Letten en is het Robin Lindhout die de bal weer overneemt. Naar het midden gaat Ruud van der Horst. Komt opzwemmen vanaf de middenlijn. Ziet dat hij ruimte heeft. En een man meer situatie op een korte moment. En daar is het Ruud van der Horst die hem tegen de armen van de keeper aan gaat schieten. En dat betekent dat de goalie van de Letten weer een redding te pakken heeft. En dat is Andreas Broks. Ja, en het eerste doelpunt van deze periode komt op naam van Joran Winkelhorst, nummer 30. Simpele actie vlak voor doel. En op naar de volgende. En ook nummertje 31 zit erin waar Joran Vrouwenvelde ervoor kiest om niet voor eigen succes te gaan. Maar de bal nog een keertje over de hele te gooien zodat Luc Gielen op een leeggedrolde bal er netjes in kan schieten. Ondertussen zijn de Letten weer in balbezit, spelen de bal over de hele vierde keeper. Die bal wordt alweer onderschept door de Nederlandse ploeg. Letland is gisteren aangekomen hier in Utrecht, een land met iets meer dan 2 miljoen inwoners. Ja, daar kan je natuurlijk weinig sportploegen van maken. En dat zou zomaar een reden kunnen zijn waarom zij hier er zo dik afgaan van onze Nederlandse ploeg. Want Luc Gielen scoort de 32e van vanavond alweer, met nog 5 minuten en 13 seconden op de klok.
is het Robin van Galen die weer zijn complete team wisselt. En ja, hij zal zich geen zorgen maken vanavond. Nee, wat je ziet is dat hij er ook heel duidelijk voor kiest om zijn keeper te wisselen. Ik zie inmiddels ook dat Lars Schottenmaker zijn badjas netjes heeft aangetrokken. Die zal misschien wat kleine lichamelijke klachtjes hebben. Dan is het fijn dat je in zo'n wedstrijd nog eventjes de rem erop kan houden. Zodat ook Lars straks helemaal fit aansluit bij de wedstrijden die erom gaan doen. Inmiddels een goede vraag binnengekomen via het internet. Natuurlijk iets wat we ons afvragen. Zijn de Letten met een jeugdteam gekomen naar deze wedstrijd? Vraag bij gesteld door Meijer Lammers. Misschien wel grappig om te vermelden dat dit Letse team, wat inmiddels met 33-0 achter staat, dat het een relatief nog een oud team is ook. Gemiddelde leeftijd van deze ploeg is 29. Ik zie dat er zelfs een speler van 35 jaar oud in deze ploeg ligt. Dus jeugdteam kunnen we het niet noemen. Kwalitatief gezien gaat het daar natuurlijk wel op lijken. Ja, heeft u ook een vraag voor Willem Wouter Gerrits of voor mijn persoon? Stuur die dan via Twitter via hashtag UZSCTV. Dan komen de vragen op de juiste manier binnen en kunnen wij ze ook direct gaan beantwoorden. Het is het Nederlandse ploeg die via Joep van der Besselaar en Thomas Lucas weer op zoek gaat naar een doelpunt. Thomas Lucas mist die gigantische kans. Die gaat op de lat, boven het hoofd van de keeper. Maar maakt u zich geen zorgen. Ondertussen zijn wij weer in balbezit met Robin Lindhout. En hij krijgt een aanvallende fout tegen. En dat betekent dat de Letten in de tegenaanval mogen. En doelpuntje nummer 34 zit erin. Robin Lindhout maakt weer handig gebruik van het snelheid wat Nederland heeft, wat Letland duidelijk niet heeft. En uit een opnieuw snelle contra-aanval staat het inmiddels 34-0 met nog iets meer dan 3,5 minuten spelen in de derde periode. Ja, en op dit moment is de ploeg uit Malta en de Franse ploeg ook het zwembad hier in Utrecht binnengekomen. Zwembad de Kromme Rijn. Die ploegen gaan na deze wedstrijd het water in om het tegen elkaar op te nemen. Van die ploegen weten we wel wat meer. Vooral van de Franse ploeg is wat meer bekend. Willem, kan jij daar wat over vertellen? Ja, de Franse ploeg is een ploeg die al jaren op zoek is naar mogelijkheden om echt aansluiting te vinden bij de top. Ze bestaat uit een hoop goede spelers. Ploegen in Frankrijk zijn echt aan de weg aan het werken. Dat zie je ook duidelijk als je de spelers binnen ziet lopen. Dat zijn allemaal flink getrainde jongens. Ik ken een hoop jongens ken ik nog uit de tijd dat ik zelf in Frankrijk heb gespeeld. Dat is duidelijk een ploeg waar Nederland het gigantisch zwaar tegen gaat krijgen. Zij zijn afgelopen zomer voor het eerst sinds jaren weer actief geweest op een Europees kampioenschap. Daar hebben ze het zelfs een aantal topploegen behoorlijk lastig gemaakt. Waarbij we wel één kanttekening moeten maken dat de speler die bij hun veruit het best is, Michael Bodegas, die is er niet bij. Die is bezig met een naturalisatieproces om Italiaan te gaan worden. Hij speelt in de Italiaanse competitie. Een voordeeltje voor Nederland. Maar dat houdt zeker niet in dat die ploeg onderschat kan worden. Want ze hebben een hoop spelers die bij Optimid voor kunnen gaan liggen. Daar maken ze ook continu gebruik van. Ze wisselen heel veel van hun aanvallende aanspeelpunt. En dat zal een hele kluif worden voor het Nederlands team. Ja, nogmaals, die wedstrijd is dus zondag
Hier wordt die gespeeld in zwembad de Kromme Rijn. Nogmaals, er zijn kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen, kom alsjeblieft hier het Nederlands team aanmoedigen. Ze hebben jullie hulp absoluut nodig. En hoe meer mensen hier in het bad aanwezig, hoe meer sfeer. En dat kan dan een extra boost opleveren voor onze oranje mannen. Die wedstrijd zondag wordt dus gespeeld op 8 februari om 14:15. Wilt u daarvoor nog de wedstrijd Malta-Letland zien, bent u natuurlijk ook welkom hier in zwembad de Kromme Rijn. Die begint namelijk om 11:45, maar de hoofdwedstrijd wordt gespeeld eigenlijk om 14:15. Nederland-Frankrijk, zondag 8 februari in zwembad de Kromme Rijn in Utrecht. En Joep van der Besselaar tekent voor nummertje 36 een schot vanaf de vleugel. Precies het gaatje tussen de paal en de keeper gevonden. En nummer 36 staat op het scorebord. En we hebben nog 2 minuten te spelen in deze derde periode. Ja, ondertussen weer een vraag binnengekomen via hashtag UZCTV. De vraag wordt gesteld door John. Die vraagt zich af waar Robin van Galen, waar hij zijn tactische uitdagingen zal moeten gaan vinden. Dus waar liggen volgens jullie de tactische uitdagingen voor Robin van Galen in dit toernooi? Willem Wouter, jouw reactie daarop. Ik ga die vraag zo beantwoorden, misschien wel netjes te vermelden. Er is zojuist een strafworp gegeven, wat op zich niet heel bijzonder is in een waterpolowedstrijd. Waren het niet dat dit de eerste fout is die op het wedstrijdformulier terecht is gekomen. Een strafworp die vervolgens helaas niet het doel heeft getroffen. Maakt u zich geen zorgen, doelpunten zien we genoeg. Ik denk compliment voor de keeper dat hij deze strafworp weet te keren. Ja, inderdaad, een prima redding van die keeper. Zijn naam Andreas Broks. Hij zal vanavond toch op een andere manier in zijn bed liggen. Op dit moment al 36 doelpunten uit zijn doel moeten halen. Terugkomend op de vraag van John. Waar liggen volgens jullie de tactische uitdagingen voor Robin van Galen dit toernooi? Het mogen duidelijk zijn dat deze wedstrijd weinig met tactiek te maken heeft. Morgen tegen Malta ga ik ervan uit dat Robin weer zo'n pressing wil neerleggen. Hij zal gebruik willen gaan maken van de snelheid die hij in zijn ploeg heeft zitten. Dus dat houdt in dat er een hoge pressing neergelegd gaat worden. Hij heeft natuurlijk met een aantal spelers in zijn ploeg behoorlijk wat kracht op de mid-achter liggen. Dus hij zal zich niet zo heel erg zorgen hoeven maken in het begin om in de uitsluitingen last te komen. En vanuit daar zal die het veld zo snel mogelijk willen oversteken om zo snel mogelijk richting doel te gaan. En ik ga ervan uit, ook afgaande op het beeld van de laatste paar wedstrijden, dat de schotkracht op de linkerkant essentieel gaat worden in de wedstrijden op aanvallend gebied. Ja, toen Robin begon als bondscoach weer in deze periode, moet ik zeggen, had hij het over het oldschool waterpolo. Hij wilde meer creativiteit in de ploeg brengen en op die manier eigenlijk iets anders neerleggen als wat een hoop andere ploegen doen in Europa. Die vooral veel op kracht en op sterke spelers doet. Robin die wilde een andere manier ingaan en die koos dus voor het creatieve waterpolo. Vind jij dat op dit moment naar voren komen? Ik denk dat het beeld een beetje is aangepast in de tussentijd. Je ziet dat Robin ook toch een beetje terug is gegaan naar een spel met een mid-voor. Hij heeft met Thomas, Lucas en Joram Winkhorst heeft die twee pure mid-voors in zijn ploeg. Dus dat is een beetje teruggekomen. Het mogen duidelijk zijn dat wij op krachtgebied onderdoen voor de Balkanlanden, voor Hongaarse ploegen. De creatieve oplossing zoeken, dat zit zeker nog in het spel. En ik hoop dat we daar de komende wedstrijden wat meer van mogen gaan zien dan dat we dat tot nu toe hebben gezien bij deze eerste wedstrijd. Ondertussen zijn er weer een paar acties geweest en staat Nederland op 38-0.
En op dit moment gaat de zoomer voor het einde van de derde periode. Dus de 39ste gaat niet meer vallen. Scoren einde van de derde periode 38-0 in het voordeel van Nederland. En ondertussen staat er één rood blokje op het scorebord voor cap nummer 4, Mihailos Galuska. Hij had de persoonlijke fout en die penalty die ging mis door Robin Lindhout. Voor de rest kunnen we weinig bijzonderheden vermelden. En is het de Robin van Galen die zijn ploeg weer gaat toespreken. Ja. Wisselen daar non-stop in, dus... Een specifieke met achteraan gaan wijzen op één specifieke met voor. Zoals vaak in statisch waterpolo het geval is, dat zal lastig zijn. Dus ik gok dat Robin zijn ploeg daarop gaat voorbereiden. Zij hebben beelden gezien van de Franse ploeg. Dus het zal geen verrassing voor ze zijn. Hoe die zich daarop heeft ingesteld, dat weet ik niet. Ben ik ontzettend benieuwd naar. En ik zou zeggen, ook tegen de mensen thuis, kom naar die wedstrijd kijken op... Komende zondag wat voor een tactisch plan daar tegenover wordt gelegd. En kom onze jongens aanmoedigen zodat ze met een goed resultaat ook de tweede kwalificatieronde in kunnen. Ja, zoals eerder vermeld, die wedstrijd is dus zondag 8 februari. Nederland-Frankrijk 14:15 hier in Zwembad de Kromme Rijn. Ondertussen een soort van thuisbasis geworden voor Oranje. Veel wedstrijden hier gespeeld, trainen ook regelmatig in dit bad. En dit bad vormt dan ook een prachtige ambiance voor zulke wedstrijden. Zondag 8 februari Nederland-Frankrijk 14:15 zwembad de Kromme Rijn in Utrecht. Ja, we zijn ondertussen weer begonnen aan de laatste periode, de vierde periode in de wedstrijd Nederland tegen Letland. Score 38-0. Het is de vierde keer dat Nederland het opzwemmen heeft gewonnen. De ballenjongen die is zich ondertussen aan het afdrogen, want zijn taak zit erop voor vanavond. En wij kijken naar de laatste minuten van deze wedstrijd. Nog 7 minuten 40 te gaan. En de eerste doelpunt zit er alweer in deze periode. Score 39-0, Jorren Winkhorst. En wat zouden de Letten het leuk vinden als zij een doelpuntje maken hier vanavond. Maar ik ben er eigenlijk bang voor dat dat er niet in zit vanavond. Het is 39. De Letten eigenlijk nog weinig kansen gehad. Ruben Hoepelman ligt onder de lat ondertussen. Ook hij heeft weinig te doen gekregen. Maar ik verwacht eigenlijk dat er geen bal in gaat aan de Nederlandse kant. Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Normaal gesproken in makkelijkere wedstrijden gaat er altijd een balletje in. Of je wordt een beetje geholpen door de scheidsrechters. Aan de aanvallende kant, zodat die vreselijke nul van het scorebord afgaat. Maar als ik de kansen van de Letten tot nu toe, dan denk ik dat we tot een half komen. Daar hebben we onze keeper voor liggen. Hier gaan geen scheidsrechter waarschijnlijk hulp kunnen bieden aan die arme Letten. En ik denk dat zij inderdaad met 0 doelpunten naar hun volgende wedstrijd gaan toeleven. Ja, het niveau is simpelweg te groot tussen Nederland en Letland. En de Letten kunnen wel weer middenuit gaan zoeken naar een doelpunt. Scoren 40-0. Ik kan me niet herinneren dat het Nederlands team zo dik heeft gewonnen. Maar misschien zijn er mensen die er anders over denken. Heb je een grotere uitslag van het Nederlands team? Stuur dat via hashtag UZTCTV.
En dan kunnen wij dat op gaan schrijven in de geschiedenisboeken. Maar ondertussen 40-0 hier. Met nog 6 minuten 40 te gaan. En terwijl ik het zeg, scoort Jordan Winkelhorst de 41ste van vanavond. Ja, nog 6 seconden op de schotklok voor de Letten. Dat betekent dat de aanval zo goed als ten einde is. En dat ze de bal moeten gaan inleveren bij het Nederlands team. En Ruud van der Horst gaat die bal ophalen en zorgt ervoor dat we weer in de tegenaanval kunnen. Die wordt snel gevonden door middel van Luc Gielen. Hij ontvangt de bal op een meter of twee voor het goal. Gaat daar een midvooractie aan. Zal de bal af moeten gaan spelen ergens in het midden. Daar komt Robin Lindhout alweer door. Hij ontvangt de bal inderdaad en schiet. Venijdig hard tater in de korte hoek, maar het is de keeper van de Letten die een redding pakt. Ja, wat je ziet is dat Nederland vrij spel krijgt in de aanval. Ze kunnen pasen, ze kunnen inlopen, ze kunnen schieten, doen wat ze willen. Een bal bij de tweede mid voor erbij. Normaal gesproken zeker een uitsluiting geweest, maar wat ik net al aangaf. In dit soort momenten gaan de scheidsrechters kijken waar ze kunnen helpen. Laten we blij zijn dat we aanvallend niet hoeven te vrezen voor die hulp. En dat we een keertje een uitsluiting minder meekrijgen. Ik denk dat dat in deze wedstrijd niet zo heel erg dramatisch is. Nee, wat je al eerder zei is dat Roeland Spijker met zijn badjas aan alweer op de kant zit. Hij is de oudste speler van het Nederlands team. Ook aanvoerder van het Nederlands team. En hij zal als aanvoerder de ploeg bij belangrijke wedstrijden het team op sleeptouw moeten nemen. Ik moet me even herstellen. Het is niet Roeland Spijker die zijn badjas heeft aangetrokken, maar Lars Schottenmaker. Roeland die zit al wel rustig op de kant en die ziet hoe zijn ploeg deze wedstrijd heel makkelijk naar zich toe trekt. Ja, het is Luc Gielen die op een hele eenvoudige manier zijn oude teamgenoot bij UZTC vindt, Robin Lindhout. Hij ontvangt de bal makkelijk en schiet ondertussen de 43ste doelpunt er alweer in van vanavond. Het publiek hier in Utrecht is beduidend rustiger en kalmer geworden als in het begin van de wedstrijd. Zij zien dat het goed is. En zij zullen waarschijnlijk nog wel wat mensen blijven hangen om de wedstrijd hierna te blijven bekijken. En nummertje 10 voor Robin Lindhout en dat zet de score op 44-0. Er zijn wedstrijden waar het publiek roept om 10 doelpunten in het totaal. Er zijn nu meerdere spelers die er 10 per persoon hebben gemaakt. Ik neem aan dat dit niet de wedstrijd is waar wij de verkiezing man of the match moeten gaan houden. Daar zouden we deze wedstrijd denk ik te veel credits voor geven. Maar het is lekker om te zien dat mensen die aanvallend de kar moeten gaan trekken, dat hij deze wedstrijd lekker gebruikt om met een goed gevoel af te sluiten. En terwijl ik dat aan het zeggen ben, wordt Robin Lindhout
Bediend op zijn wenken door Joep van der Besselaar. Die legt hem vrij voor het doel, open doel omdat hij de keeper uitgespeeld heeft. En met een netjes een paas op de hand weet Robin ook zijn 11e erin te schieten. ...46-0 ondertussen, Jesse Koopman. Makkelijk doelpunt. Uit de contra opnieuw. Ook Jesse speelt in de buitenlandse competitie. Barcelona, dat is zijn thuisbasis dit seizoen. En hij moet zich daar in de zon van Spanje gaan ontwikkelen tot een vaste waarde voor Oranje. De letten echt zwaar onder de maat vanavond. Misschien wel leuk om een kleine vraag uit te stellen. Via hashtag UZTC-TV ben ik benieuwd welke ploegen er nog meer zouden kunnen winnen van deze letten. Dus zit je te kijken via dit livestream en denk je dat jouw ploeg gaat winnen van de letten? Laat het ons weten via hashtag UZTC-TV. Ja, en ondertussen is het de aanvoerder van Oranje, Roeland Spijker, die zijn doelpuntje meepikt. We gaan langzaam maar zeker naar het 50ste doelpunt van vanavond. De kans dat we die op het bord krijgen is toch wel aanwezig. We hebben nog 2 minuten en 45 seconden te gaan en de score is ondertussen 48-0. Roeland Spijker scoorde voor het Nederlands team. Ja, en nummertje 49 zit er in de 50. Gaat nou wel heel dichtbij komen. Thomas Lucas die zet een ouderwetse draaimolen in. Armen met achter, die naast de 49 doelpunten moet hij straks ook nog een kwartje afrekenen. Want hij heeft op het hobbelpaard heeft hij een heerlijke draaimolen achter de rug. En ja, de waterpolo's onder ons die begrijpen dat dit volgens een ouderwets gebruik een kwartje gaat opleveren in de zak van Thomas Lucas. Scoren dus ondertussen 49-0. 2 minuten nog op de klok. Dan is Letland uit het lijden verlost voor vanavond. En zullen ze zich gaan voorbereiden op het rest van het toernooi.
Ik verwacht eigenlijk niet dat ze kans maken om maar één wedstrijd te winnen. Want ook Malta zou toch absoluut van een hoger niveau moeten zijn dan deze ploeg. Ondertussen is Malta en Frankrijk achter het doel aan het inzwemmen. En die maken zich dus klaar voor de wedstrijd hierna. Ja, en ondertussen is het Roeland Spijker die weer een doelpuntje meepakt. Hij dreigt ondertussen zo lang dat de keeper letterlijk onder water ligt. Ik zag nog net een paar handjes. Doelpunt zit erin. En Roeland Spijker maakt zijn doelpunt van vandaag. En de score is 50-0. Ja, ja, ja hoor, zou ik zeggen voor Roeland Spijker. Ja, mooi om te zien dat we doorgaan tot de 50 doelpunten. De Nestor van de ploeg, want dat mag je Roeland inmiddels wel noemen. Die draagt zijn steentje bij als aanvoerder zijnde. En er staat een historische score van 50-0 op het scorebord. En als ik het goed heb, dan denk ik dat hier ook nog wel nummertje 51 aan toegevoegd gaat worden. En misschien zelfs nog wel nummertje 52. Ja, nog 1 minuut en 8 seconden op de klok. De letten proberen naar voren te komen. Thomas Lucas probeert dat absoluut te onderbreken. Dat lukt nog niet helemaal. De letten blijven in balbezit. 3 seconden op de schotklok. En dat betekent dat de bal weer naar Nederland gaat. Laatste minuut van de wedstrijd is ondertussen ingegaan. Bal via Luc Gielen op Thomas Lucas. Bal over de hele. En daar gaat het 51ste zijn hoor. De keeper heeft het zelf niet meegemaakt. Die lag onder water. 51-0. Nederland-Letland. Ja, en ondertussen is het Herman van Leeuwen die ervan overtuigd is dat AZC de ploeg BJ1 hiervan kan winnen. Dat is absoluut een jeugdploeg. Nou, ik zou inderdaad deze wedstrijd wel willen zien. Luc Gielen onderschept een bal in de verdediging. En Nederland gaat, ik moet zeggen, nog net zo gemotiveerd als in de eerste periode op zoek naar doelpunt nummer 52. Maar een te lange paas zorgt ervoor dat nog niet gebeurd is. Er is nog tijd in principe. Robin Lindhout onderschept bijna een bal. Maar nummer 52 laat nog even op zich wachten. Ja, nog 24,5 seconden op de klok. De letten in balbezit na deze wedstrijd. Dus na de zoomen proberen we contact te maken met of een van de spelers of de bondscoach van Oranje. Om even te vragen wat zijn reactie is op deze wedstrijd. Ruben Hoepelman die moet ondertussen in actie komen om een bal te gaan pakken. Dat is hem gelukt. Hij houdt de score op 0 voor Nederland. En Robin Lindhout zal het laatste schot van deze avond geven. En die gaat er met alle kracht die hij nog in zijn lichaam heeft erin. Scoren 52-0 met nog 1,9 seconden op de klok. Robin van Galen feliciteert zijn spelers. Hij weet dat het erop zit en dat hij zich gaat voorbereiden op de volgende wedstrijden. Morgen tegen Malta en zondag tegen Frankrijk. En dat is dus het einde van de wedstrijd. Eindscore is geworden 52-0 in het voordeel van Oranje. Een absolute topwedstrijd van Oranje. Topnederlaag voor de letter moet ik zeggen. Nederland klapt er aan alle kanten overheen. Waren op alle fronten een heel stuk sterker dan deze ploeg. En Nederland kan zich met een gerust hart opmaken voor morgen. Ja Bart, Nederland zet hier een monsterscore neer. Zullen tevreden zijn over het aantal gemaakte doelpunten. Zullen vooruitkijken naar de volgende wedstrijden. En vanaf deze kant denk ik dat ons rest om hun daar heel veel succes bij te gaan wensen. We gaan even kijken. Als het goed is komt er inderdaad een van de mensen van de staf die komt hier naartoe. Die vragen we straks om een klein stukje commentaar. En dan gaan we onze focus op het volgende stuk leggen.
Jezus, jongens. Ja, dat is de kamer, dus let op dat je niet de hele tijd zo gaat kijken, ja? Nee, wij kijken wel elkaar aan, joh. Hè? Kunnen we al. Ja, naast me staat Robin van Galen, bondscoach van Oranje. 52-0. Wat is je reactie? Ja, wat moet je zeggen? Ik coach al heel lang. Ik heb alleen dit nog nooit meegemaakt. 52 goals. Ja, ik weet niet waar het record op stond, maar ja, het is een beetje ontwikkelingswerk wat we gedaan hebben. Letland heeft zich op het allerlaatste moment ingeschreven. En ik begrijp nu waarom. Dus ja, wat kan ik ervan zeggen? Ja, monster scoren aan deze kant. Nu gaat Frankrijk en Malta zich voorbereiden op hun wedstrijd. Wat verwacht je daarvan? Nou ja, dat is in ieder geval een leukere wedstrijd. Ik denk dat alle mensen die nu kijken, die moeten ook even blijven hangen. Frankrijk is echt een goede ploeg. Gaan wij het zondag heel zwaar tegen krijgen. Maar het is ook tegelijkertijd weer een mooie challenge voor ons om te kijken of we dat niveau al hebben. Ze staan 4 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan wij. Malta staat een paar plekken onder ons. Maar vorig jaar speelden we daar nog 10-10 in de oefenwedstrijd. We zijn weliswaar 1,5 jaar verder en hebben veel progressie geboekt. Maar ja, goed, Frankrijk zal winnen, denk ik. Maar het wordt denk ik wel een leuke wedstrijd. We gaan er naar kijken. Robin, bedankt voor je commentaar. Succes rest van het toernooi.